Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Fortnite spelen. Het is niet echt wel een leuke game mode eigenlijk waar ik zin in heb. Dus we gaan gewoon lekker een potje solo doen. En ja, laten we gelijk een potje. Oké, Holy Hedges jongens. We gaan lekker naar Holy. Ja. Over het eerste potje gaan we het niet hebben. En gaan jullie ook nooit zien. Dus waarom begin ik er überhaupt steeds over als jullie het toch niet gaan zien? Ik heb geen idee jongens. I'm just weird in that way. Anyway. Er gaan best wel veel mensen naar Holy. Dat vind ik niet zo prettig. Prima wapen om mee te beginnen. Ik bedoel, begin liever met een pistool dan met een sniper of zo, want... Pistol kan je tenminste nog wel wat meedoen. Kom maar. Hello! Bye bye! Ach. Ik heb jou al. Rot op. Wow! Yes, got him. Kan je me volgende keer misschien niet in de fik zetten? Ik vind dat niet zo prettig. Laten we gewoon even hier chillen. En dan... Zo. Deze innemen, denk ik. Dan nemen we eerst even die medkit in. En daarna die chucks. Dan zijn we weer, nou, niet helemaal vol, maar. Lekker begin, in ieder geval. Sowieso veel beter dan net. Maar dit is in ieder geval de reden waarom ik graag op zich een pistool niet erg vind om mee te beginnen. Je kan er tenminste nog best aardig mee. Ik vind het alleen wel een beetje kut dat ik geen shotgun heb, maar... Ah, ik raakte de... Oké, dat is in ieder geval een echt persoon, dat weet ik wel. Ozer. Bye bye. Volgens mij is dat ook een bot. Jee, maar wat is dat die druk? Ah, hij raakt me. Jammer. Thank you. Oh my god. Ik heb echt bijna geen ammo meer voor mijn... AR, dat is echt heel kut. En die echte guy zit hier ook nog. Dan maar. Ammo boxje even openen. Ik weet dat hij nu heel goed weet dat ik hier zit, maar toch. Wat een chaos dus begin, jongens. Damn. Ik weet alleen niet zo goed waar die guy heen is. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje eng. Nou ja. Laten we in ieder geval naar de cirkel lopen. Ik bedoel, als hij hier nog is, dan komt hij zo in ons rug. Dat is best wel kut, maar... Ja, dat merken we vanzelf. We moeten toch een keer naar de cirkel, dus.
No! Fuck! We zitten fucking hell! We zitten in een crossfire, of course. Oh, dat is echt heel naar om echt volledig in een crossfire te zitten. Kaksoi. Ik had veel meer uit het potje willen halen. Fucking hell. Nou ja, maakt niet uit. Ik vond het wel een leuk potje. Dus op naar het volgende potje. Oké, nieuw potje, nieuwe kansen. We gaan lekker naar Misty Mellow. Heet het eigenlijk wel zo? Ja, top. Ja, Meadows. In ieder geval... Vorig potje, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik echt in fucking sweaty lobby zit, maar... Ik weet niet. In ieder geval... Vorig potje ging best lekker. We hadden 4 kills. Alleen, ja, we kwamen gewoon echt stuck in de crossfire. Tussen 2 guys. En dat is gewoon echt heel naar. Maar ja, wat doe je eraan? Het is gebeurd. Hij hitte mij ook zo hard met die shotgun. Dat ik dacht van, damn boy. Yes! Jemig jongens. Ik schrok me kapot. Hij zat ineens achter me. Ik ben gewoon mijn praatje aan het doen. En hij zit achter me. Oké. Misty is niet voor ons vandaag. Ik weet niet wat het is, maar er komen sweaties op af. Laten we een ander... Laten we nog een potje gaan doen. Oké, we gaan lekker naar Holy weer. Daar ging het volgende potje ook goed. Het volgende potje ga ik gewoon lekker inlaten, want dat was veel te mooi om eruit te knippen. Echt, ik was gewoon lekker mijn praatje aan het doen en die guy die komt ineens achter me. Ik ga me ineens pickaxen, maar ik wist al dat ik dood was, omdat ik gewoon... Ja, ik was gewoon te laat met pickaxen. Hij had me eigenlijk al zo goed als dood, zeg maar. En ik kon toen pas met pickaxen, dus ja, dan ben je gewoon te laat. Maar goed, maakt niet uit. Nieuw potje, nieuwe kansen. We hebben een AR. Hallo? Zit hij nou beneden? Bye bye. Oh. Okay. Anyways. Ja. Was gewoon jammer. Laten we daar bouwen. Wat wil ik er meer over zeggen? Ik bedoel. Ik werd gewoon gepickaxed door een of andere guy, dus... Ja, daar heb je wel eens, hè. Oh, 2 big pots, lekker. En chuckies? Oh. En er zit buiten nog een kistje sowieso. En we moeten weer die kant op, oké. Laten we hopen dat we nu niet in een crossfire komen. Ik vind het hier wel stil eigenlijk. Waar is iedereen? Er zijn weinig mensen hier geland. Dat is wel een beetje jammer, maar... Ach ja. Laten we gewoon een cirkel pakken, joh. Ik denk niet dat er echt veel meer te killen valt hier, dus... Zitten niet. Ik wou zeggen, we zitten in ieder geval in een cirkel en dan komt die fucking good guy hier. Nou, jongens. Oh, wat ben ik nou echt zo slecht vandaag?
Auwe. Ik had hem echt amper gehit. Ik ben echt heel slecht. Ah, man. Het is echt kut. Ik ga nog een potje proberen, want... Ja. Ik wil gewoon een lekker potje. En niet een waar ik 2 van de 4 kills bot zijn, weet je. Gaat... Ik weet het niet. Het zit er niet zo in vandaag, maar... In ieder geval, we gaan nog 1 potje proberen en we zien wel waar het schip strandt, zou ik zeggen. Oké, okay, laatste potje van vandaag. We gaan lekker naar Steamy. Ik heb daar sowieso ook nog een challenge te voltooien, dus kunnen we ook gelijk doen. Ik vond het een mooi plekje, ik weet niet waarom. In ieder geval, ik weet het niet. Of ik zit echt in een lobby met mensen die beter zijn dan ik. Of ik ben echt slecht. Waarschijnlijk het tweede. ik weet het niet. Ik speel gewoon echt heel slecht vandaag. En dat heb je wel eens. Helaas. Het is alleen zo naar als het dan... Ja. Ik wil voor jullie toch wat leuke gameplays laten... Ja. Geven. En als ik de hele tijd dood ga, is dat een beetje lastig. Maar is er hier überhaupt iemand geland? Ik weet niet, dat ja. Hallo, mag ik andere dingen dan SMG's? Please. Dit is ook gewoon het eerste potje dat ik een gewone AR heb. Oh. Ja, dat is sowieso een bot. Denk ik. Jemig! Oké, het was... Jeez! Ja, ik ga dood. Fuck! Dit is dom. Auwe jongens. What the f... Hoe landen er overal gewoon mensen die wat kunnen? Ik ben echt slecht vandaag. Het spijt me, jongens. Ik ga wel de video hierbij afsluiten. Het spijt me dat ik niet een, ja, een echt lekker potje heb neer kunnen zetten. Ik hoop volgende week wel. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video, ondanks dat, toch leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's die beter zijn dan dit. en hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video.